Zondag won NEC ook de tweede wedstrijd van FC Emmen. In de Goffert werd het door een doelpunt van Kevin Mayi 1-0. In de finale nemen de Nijmegenaren donderdag en zondag op tegen NAC Breda. Na afloop van de wedstrijd van vanavond spraken we met doelpuntenmaker Kevin Mayi, aanvoerder Greg Breinburg en trainer Ron de Groot. In de eerste kwartier moet ik zeggen dat we aardig speelden. Hoog tempo, goed voetbal speelden ook. Goed van kant konden wisselen, ook wel wat lichte kantjes konden creëren. Nou, uiteindelijk komen we op 1-0, daarna zakte het tempo wel weg. Ja, ik had voor de wedstrijd gezegd tegen Mayi dat hij zou scoren en dat ik hem een assist zou geven. En dat is ook zo gelopen vandaag. I'm gonna give you assist and you're gonna score. He said, I wake up and I feel I'm gonna give assist to Kev. And he said this before the game. And I don't know. Maybe he tried also. He forced. He said, hey, Kevin, go. I have to realize my dream, you know. Als je kijkt om de tweede helft, was het een erg laag tempo. Maar goed, ook wel ene kant begrijpelijk, omdat je donderdag alweer moet. Dus wat dat betreft hebben we deze wedstrijd goed afgesloten. Vandaar je wissels of zat er een andere reden achter? Vandaar de wissels, maar Van Haken had wat last Ali dan had wat last en J-Roy dan de laatste kwartier. Maar geen problemen voor donderdag? Nee, dat verwacht ik niet. Nee. Alles is wit gebleven. Wat weet je van NAC? Heb je die wedstrijd een beetje gevolgd, NAC Volendam? Ja, het was een beetje open wedstrijd. Ik weet dat ze gevaarlijke spitsen hebben. Een nummer 9 die veel kan scoren. Ja, dat is een redelijkste selectie, maar ik denk dat als NEC zijn we gewoon favoriet en we moeten dat ook waarmaken. Ik moet zeggen dat het een vrij aardige ploeg is, vooral heel veel creativiteit voorin en op het middenveld. En ja, je weet in Breda, dat gaat erop dat publiek en een mooi stadion. Dus wat dat betreft is een mooie uitdaging om voor 16.000 mensen te spelen. We moeten ons wel focus erbij houden, scherp blijven en niet gaan zweven. Dat is vooral belangrijk. Omdat we hebben nog 4 keer achter elkaar gewonnen, maar in play-offs is het toch wel anders. Het is een knock-out systeem en als je 1 keer een slechte beurt hebt, kan het fataal zijn.